Dan ga ik ook op vraag van de mensen van deze site de lof zingen van mezelf en van één onderdeeltje van mijn werk. Mezelf, laten we het daar niet over hebben, maar mijn werk. Ik heb een onbedoelde trilogie geschreven. Ik bedoel daarmee dat er drie boeken zijn die met elkaar te maken hebben, maar nooit bedacht zijn als een trilogie. Zo heb ik er ook in geschreven, Het Goddelijke Monster. Het zijn drie grote boeken. Dit is eerst een verhalenbundel, een slagersom met een brilletje. Dan een hele lichte, frisse roman over de jeugdliefde, kartonnen dozen. Heel hilarisch, hoop ik ook af en toe. En dan het slotstuk, het dikste boek. Een grote elegie, een lofzang en een treurzang tegelijkertijd op die geweldige moeder van me. Het boek heet Sprakeloos. Mijn moeder die, u kan het al horen aan mezelf, met alle liefde voor toneel en de taal heeft ingelepeld van kleins af aan. En die als amateuractrice op late leeftijd een beroerte krijgt, haar taal verliest. Wat verschrikkelijk is voor iedereen in haar omgeving, het meest verschrikkelijke voor wie het overkomt. Maar voor een schrijver is dat heel, heel, heel bovendien erg, omdat je je moedertaal ziet verdwijnen. Daar heb ik een heel boek over geschreven, wat ook een monument hoopt te zijn voor die geweldige vader van me. Een stille, teruggetrokken, heel lieve man, een slager, op de achtergrond altijd zich bevindend. En natuurlijk die winkel van hen, die wijk, hun hele epoch, hun bestaan in die tijd. Dus het is een boek wat wil geïnspireerd zijn door de grote Vlaamse auteurs. Louis Paul Boon, Hugo Claus, Verdiet van België, de Kapellekesbaan. Ik hoop dat het in diezelfde categorie mag thuishoren. Dat is absoluut mijn ambitie. En het zijn ook mijn enige autobiografische werken. Dus die hebben we nu in één titel samengebracht. De Waase Trilogie, de Waaslandse Trilogie.